Ja, een van de parlementsleden met een vraag zit bij mij. Dat is Bruno Tobak. Dag meneer Tobak. Goedendag. Ja, u stelt uw vraag in de week dat een VN-rapport aantoont dat meer inspanningen nodig zijn om de klimaatdoelstellingen te halen. En ook in de week dat de Europese Commissie bekend maakt nog meer te willen doen. Tevreden met het antwoord van minister Schaafvliegen? Ik heb haar horen zeggen, we gaan Europa volgen wat de lange termijnvisie tot 2050 betreft. Dus kijk, zij volgt de visie van de Commissie. Tevreden? Ja. Als ze dat echt doet, dan zal ik daar blij mee zijn. Maar ik had toch wel iets meer verwacht in de zin van niet alleen ik ga dat volgen omdat het moet en we zijn toch een aantal goede dingen aan het doen. Maar ook een heel duidelijke erkenning van het feit dat dit voor Vlaanderen ook een goede zaak zou zijn. Want dat is eigenlijk de essentie van mijn vraag. Dus aan de ene kant het drama inderdaad dat er zich aan het voltrekken is en waar we in Vlaanderen met droogtes, overstromingen, maar ook de last van ondervinden. Maar daarnaast, en dat zegt de Europese Commissie duidelijk, ook de kansen en de opportuniteiten. Ja, maak dat dus concreet, ik heb jou dat wel een paar keer horen zeggen. Er zijn kansen, maar concreet, waarover gaat het? De Europese Commissie zegt letterlijk in haar rapport dat er voor 1000 tot 2000 miljard euro toekomstige economische groei te vinden is in nieuwe sectoren die over duurzame energie gaan, die over isolatie gaan, die over woningbouw gaan, die over al die investeringen gaan die we moeten doen. Om de nieuwe technologie te ontwikkelen, in de markt te zetten, te bouwen, noem maar op. En dus verwachten, wij willen daarop inzetten, u willen dat concreet? Ik denk heel concreet dat als we dit gaat gebeuren, hoe dan ook. Goed, kon ze vandaag al iets zeggen? Ik moet er eerst naar de Vlaamse regering, hoor ik haar zeggen. Ja, maar kijk, ze kan wel zeggen waarmee ze naar de Vlaamse regering wil gaan. Ze kan op het begin al zeggen van ik onderken dat dit een reële kans is en die ik wil grijpen en waar ik alles wil voor doen. Wat de minister doet, is een beetje een voorzichtig antwoord in de zin van we zijn toch goed aan ons best aan het doen en we gaan nog een beetje proberen. We gaan Europa volgen, zegt ze letterlijk. Ja, maar volgen betekent dat een hele hoop dingen elders zullen gebeuren. Bedrijven, ook de bedrijven van de toekomst, kiezen waar ze zich vestigen, waar ze jobs creëren, waar ze investeringen doen, op basis van waar er een goed klimaat is, waar een overheid erin gelooft, haar nek er wilt voor uitsteken, er inspanningen wilt voor doen. En dan moet je wel vooruitlopen. Gaat u zelf af en toe eens polsen bij de industrie, bij de bedrijven? En willen die eigenlijk zelf mee? Want bijvoorbeeld, enkele weken geleden heeft de chemie sector, Essentia, de sectorfederatie, in zijn memorandum voor de verkiezingen van volgend jaar gezegd, Vlaanderen moet toch niet altijd verder willen gaan dan wat Europa vraagt. Dat is ook de industrie van vandaag. Dat is een mooi voorbeeld dat u daar geeft, want er is inderdaad een verschil tussen de industrie van vandaag en de industrie van morgen. De vraag is of we nu per definitie, en ik vind dat je moet luisteren naar wat de chemische sector zegt, want ik weet dat nogal wat bedrijven... Stellen veel mensen te werk ook. Ja, niet alleen dat, maar ze doen ook inspanningen en ze gaan ook vooruit. En dus in de mate dat ze inspanningen doen, moeten we dat steunen. Maar we mogen wel niet de hele evolutie en de hele Vlaamse economie laten vooruitgaan op het niveau dat de traagste mee kan volgen. Want dan blijf je wel hangen met de industrie van gisteren. Maar niet elk bedrijf in de petrochemische sector, niet ieder bedrijf is daar ook hetzelfde. De petrochemische sector bestaat ook niet. Het leeft daar toch blijkbaar, want anders... Maar natuurlijk leeft het daar, maar net zoals het in de steenkoolmijnen in de Verenigde Staten leeft, dat de steenkoolmijnen dicht moeten. Maar aan de andere kant zijn er wel tienduizenden mensen die hun job verdienen met het bouwen van windmolens, het installeren van windmolens. En dus de vraag is, wil je blijven behouden wat je hebt vandaag? Of willen investeren in de toekomst. Ja. En als je investeert in de toekomst, dan zal je iets moeten doen met die mensen die vandaag bijvoorbeeld in steenkoolmijnen werken, want je moet wel een sociaal alternatief bieden. Voilà, dat ging je net vragen. Hoe ga je een sociaal deficit vermijden? Het VN-rapport waar we het over hadden, zegt ook meer belastingen op fossiele brandstoffen. Maar goed, dan krijg je die beweging van de gele hesjes. Ik hoor inderdaad het Vlaams Belang daarop hameren. Ja. Maar goed, Elio Di Rupo zegt eigenlijk gelijkaardige dingen. We moeten zorgen dat we de mensen meekrijgen die op het einde van de maand hun brandstoftank nog willen gevuld krijgen van hun wagen. Je moet mensen meekrijgen, maar je moet mensen niet meekrijgen door te zeggen van u mag voor eeuwig en 3 dagen blijven rondrijden met iets waarvan we weten dat het niet goed is. U moet dan die mensen zeggen van we gaan inspanningen vragen, maar we gaan u helpen om die op te lossen. Het probleem van vandaag en waar die gele hesjes gelijk in hebben, er zijn er trouwens in Vlaanderen niet overdreven veel, maar waar die mensen gelijk hebben, dat is dat vandaag een regering... We hebben ook meer bedrijfswagens natuurlijk. Wat die mensen gelijk in hebben, is dat vandaag we regeringen hebben die en de diesel structureel duurder laten worden, waar ik het overigens globaal genomen nogal mee eens ben, maar aan de andere kant ook zorgen dat er geen trein op tijd rijdt, dat openbaar vervoer wordt afgebouwd, dat indexsprongen het inkomen aantasten en dat dus niet alleen je geraakt wordt door klimaatbeleid, maar dat je ook geen sociaal opvang daarvan krijgt, dat er geen oplossingen zijn voor die problemen. En de oplossing voor het probleem is echt niet van te blijven doen wat we vandaag doen, want dan gaan we met z'n allen op de fles. Dus een sociale transitie betekent, je kiest voluit voor de toekomst en je onderkent dat je de sociale gevolgen daarvan zal moeten oplossen, dat je mensen daar niet moet mee laten zitten. Maar dus gewoon niet alleen, voortdoen is niet sociaal. Hè? Maar niet alleen de combinatie ecologie, economie, maar ook sociaal beleid. Uiteraard. Hoort daar uiteraard bij. Bedankt in elk geval voor uw toelichting.
Volg Vlaams Parlement TV op Facebook en Twitter. En bezoek onze website op www.vlaamsparlement.tv.